talen hier aanwezig bent. Dat doet ons ontzettend veel plezier dat u hier allemaal bent, geloof ik. Namens de organisatie mag ik u en in het bijzonder burgemeester Junius en wethouder Van der Velde van harte welkom heten en nog de beste wensen voor een mooi 2019 toewensen. Mijn naam is Rob Pol, ik ben fysiotherapeut en sinds 1978 woon en werkzaam in het mooie Hellevoetsluis. Met zijn mooie vestingwallen, het oudste droogdok van Nederland en een oude piep. De moderne zorg heeft meer ruimte nodig en de fysiotherapeut een oefenzaal om de patiënten in beweging te krijgen. Het wordt steeds lastiger om kwaliteit, service en maatwerk te kunnen garanderen. 2008. We besluiten om te gaan innoveren, te vernieuwen en dromen over een mogelijk verhuizen. In samenwerking met de gemeente passeren meerdere locaties de revue, maar ondertussen wordt het gebouw een patiënt met chronische klachten. Het pompmechanisme, voor ons de lift, haperde nogal eens en had een dure pacemaker nodig. En het gebouw bypasses en dan in de vorm van een container tegen de zijkant aan om daar de administratie van de huisarts in onder te brengen. Ja, Astrid. De zorg stond behoorlijk onder druk. Om up-to-date te blijven moesten wij als fysiotherapeuten ook een gedeelte elders huren. 2016. Een doorbraak als de gemeente de oude piep als optie aanbiedt. Voor ons een geschenk uit de hemel. Een toplocatie waarvoor onze zeer welgemeende dank. Het gevolg was wel dat we met twee oude dames zaten die snel specialistisch maatwerk nodig hebben om er iets moois van te maken. In Brabant vonden we gelukkig een privékliniek genaamd Beeld bij de Wild, die met enthousiaste en doortastende mensen, waaronder Gerrit en Benno, deze oude piep met de nodige chirurgische ingrepen tot een functioneel medisch centrum zouden moeten kunnen omtoveren. En jawel hoor, na 9 maanden breken en bouwen staat u nu in de wedergeboorte van een oude piep en wij noemen haar de Struiten Medisch Centrum. Een wolk van een kind en zoals de longpatiënt zei, het is adembenemend mooi. De logopediepatiënt is sprakeloos en de oefenpatiënt springt een gat in de lucht. Uiteindelijk is alles picobello in orde gekomen en zijn kwaliteit, service en maatwerk gegarandeerd door opnieuw veel disciplines onder één dak te huisvesten. Na de officiële opening straks kunt u in het hele gebouw kennis maken met alle disciplines en hun ruimtes. En op elke afdeling valt er wat te happen en te sappen. A goal is a dream with a deadline. En deze deadline uiteindelijk hebben we alleen kunnen realiseren met behulp van alle mensen die hun steentje, hun kei of een rotsblok hebben bijgedragen, waarvoor graag een daverend applaus. Graag maak ik concreet en noem ik alvast 2 ideeën die we in 2019 op de agenda zetten. Allereerst een vlekkenspreekuur, een samenwerking tussen huisarts en dermatoloog. De huisarts ziet veel onschuldige plekjes en vlekjes. De huidarts, vooral de nare. Door kennis te delen en samen patiënten te zien, is de patiënt sneller en beter geholpen. Als tweede noem ik chronische pijn. Chronische pijn is een monster. Vaak is een multidisciplinair aanpak nodig om de pijn de baas te worden. Werk voor de psycholoog, de fysiotherapeut, de apotheker en de huisarts. Samen aan de slag. Zo nodig met andere disciplines binnen of buiten ons centrum. Het gaat om zorg met het hart. Om betrokkenheid op de ander en oog hebben voor diens kwetsbaarheid. Zorg voor iedereen. Het gaat om contact, om relatie. Zorgverlenen is immers geen zakelijke overeenkomst. Belangrijk is dat je doet wat je kunt, maar daarin ook je grenzen weet en anderen benut door
samen te werken. Durf het verschil te maken. Niet door groot te denken, maar door het goede te doen. Noem het met de filosoof Levinas kleine goedheid. Het beetje extra menselijke barmhartigheid dat je kan doen voor de ander. Voor de patiënt, maar ook voor elkaar. En dan is onze missie echt geslaagd. Bedankt. Ik zeg dat ik hier voor het eerst binnen ben en ik voel me al gelijk thuis. Wel om de volgende reden, want ik ben in mijn diensttijd sportinstructeur geweest bij de Mariniers. En ik denk al die apparaten hiernaast staan, ik denk nou, als iedereen nou een apparaat zou uitzoeken, stel je voor, dan zijn we lekker bezig. Want we bewegen met z'n allen veel te weinig, dus dat zou een aardig idee kunnen zijn. Aan de andere kant, als u het echt al vervelend gaat vinden, dan bent u ook lekker in beweging geweest, dat scheelt dan. Ja, goedemiddag nogmaals allemaal en bedankt dat ik samen met burgemeester Junius hier aanwezig mag zijn bij de feestelijke opening van dit hele mooie gebouw. En namens het college van burgemeester en wethouders van deze, Rob zei het al, hele mooie gemeente, allemaal van harte gefeliciteerd met uw medisch centrum. MC De Struiten, of moet ik zeggen Rob, De Struiten MC. Laatst is het, hè? Ja. Ja, grote complimenten ook voor de initiatiefnemers die dit tot stand hebben gebracht. Of is het woord misschien zorgondernemer hier beter van toepassing? Wat een lef. Heel goed, heel knap. In de zogenaamde eerste lijnzorg, wat de meesten van u hier toe behoren, geldt een belangrijk uitgangspunt. Namelijk de juiste zorg op de juiste plek. Met dit voormalige bibliotheekgebouw heeft u een fantastische plek gekozen. Zeer bekend in Elvoet. Centraal gelegen in een gebied met veel andere voorzieningen en goed bereikbaar. En dat ik het goed heb geteld, maken er al 15 organisaties deel van uit. Met elkaar gereed voor de toekomst, is al benoemd. Hoe goed is dit? Hoe is dit gebouw vormgegeven? Wie zit waar en hoe wordt de zorg verleend? Ik zei al, we zijn hier voor het eerst en we zullen naar de rondleiding, zal het ons helemaal duidelijk worden. En de burgemeester en ik zijn al reuze benieuwd hoe dat zo gaat worden. Maar goed, voordat dit gaat gebeuren, wil ik nog even graag terugkomen op het uitgangspunt, de juiste zorg op de juiste plek. We hebben het namelijk nog niet gehad over het eerste deel, de juiste zorg. Althans, ik niet, want jullie hebben daar al heel veel over gezegd. In het domein van de gezondheidszorg is sprake van een turbulente tijd. En dan druk ik mij nog voorzichtig uit. Waar bekostiging en beschikbaarheid van goede zorg op gespannen voet staat. Waarbij er sprake is van regeringsbeleid, die kortweg samen te vatten is als in de eerste lijn als het kan en in de tweede lijn als het moet. Dat is overigens makkelijker gezegd dan gedaan. In onze verantwoordelijkheid als gemeente voor de jeugdzorg en de WMO weten we hoe complex dit streven is. Ik heb dan ook diep respect voor alle professionals die hier dag in, dag uit, met plezier, deskundigheid en betrokkenheid uitvoering aangeven. Een andere uitdaging is de gewenste koppeling tussen het medische en het sociale domein. En er zijn al heel voorzichtig mooie initiatieven opgestart. En volgens mij hebben we elkaar veel te bieden, zoals samen optrekken bij grote maatschappelijke vraagstukken als eenzaamheid, als armoede en bij het bieden van gelijke kansen voor alle kinderen. Ik zou hierover met alle participanten van het MC op een ander moment graag van gedachten willen wisselen. Tot slot, nog één keer terug naar het uitgangspunt. U kent het langzamerhand. De juiste zorg op de juiste plek. Deze kleur ik graag wat verder in. Hierbij gaat het om de essentie van zorg. Over de bedoeling. Waarom doen we wat we doen? De bedoeling van de organisatie, van de uwe, de gemeente en alle anderen, ligt volgens mij niet in het uitvoeren van zorg.
niet in het primaire proces, maar in iets wat daar achter ligt. In essentie gaat het om de betekenis die de zorg in het leven van de ander heeft. En u, eerste lijns mensen en alle 15 deelnemers aan dit hele mooie gebouw, u geeft die betekenis, iedere dag weer. Ik wens dan ook alle cliënten en alle patiënten van het MC deze betekenisgeving, nu en in de toekomst, dat ze dat mogen ervaren. Misschien denkt u bent heel erg stil, dat is een hele erg serieuze toespraak bij een feestelijke opening. Dan heeft u eigenlijk wel een beetje gelijk. Laten we vooral niet vergeten dat het hier een feestje is vandaag om zo'n mooie werkplek officieel in gebruik te nemen. Ik wens u en iedereen die hier aanwezig is ook veel succes en plezier in en met dit mooie gebouw. Dankjewel. Wat? Hey. Van één kant, hè? Ja, ja. Joh, dat is spannend. Hey.